als ik muurschilderingen maak, ja, dan is er altijd eerst een ontwerp. En dat ontwerp is eigenlijk een kleine tekening. En zoals ik ze hier in Coda uitvoer, dan maak ik eerst van die kleine tekening een lijnentekening, zwarte lijntjes, zodat je ze beter kunt projecteren. Want we projecteren met een digitale beamer. Vroeger deed ik dat met een diaprojector, maar nu doe ik dat met een digitale beamer. En dan projecteren we dat kleine beeld heel groot uit. En dan tekenen we alle lijnen van de muurschildering tekenen we eerst met allemaal potloodlijntjes op de muur. En daarna gaan we invullen met verf. En die verf die heb ik dan al weken van tevoren hebben we die in mijn atelier gemengd. En dat is ook altijd een hele klus. En dat is voor een deel ook het kunstwerk. Want dan bepaal ik. Dan transformeer ik een kleine tekening in verf en dan kies ik ook, dan zorg ik dat de kleuren goed in balans zijn. In feite probeer ik ook het werk om precies zoals het op de tekening is, dezelfde balans op de muur te krijgen. Maar hier en daar maak ik de kleuren soms een beetje feller of wat donkerder of lichter. Als beginnende kunstenaar begon ik op een gegeven moment, ik werkte eerst met alleen maar lijnen. En op een gegeven moment kwamen daar kleuren in. Ja, heel simpel gezegd, omdat ik in New York was en daar ontdekte dat je fantastische viltstiften kon kopen. En toen begon ik kleur in mijn lijnentekeningen toe te voegen. In de, ja, daar begon de kleur. Maar voor deze muurschildering is wel interessant om te melden dat ik deze muurschildering, die heet Niet zo mooi, best wel lelijk, dat ik toen ik dit ontwerp maakte, dat ik toen bedacht, ik ga een lelijk werk maken. Dat lijkt me spannend. Ik doe gewoon waar ik zin in heb en ik neem gewoon kleuren die ik absoluut niet mooi vind, waar ik niks mee heb. Ik teken allerlei flappen die alle kanten uitflapperen. Ik maak een werk wat eigenlijk zo geen betekenis heeft. Alleen maar, het is alleen maar niet zo mooi, best lelijk. En had ik dus al die potloden en viltstiften voor mijn neus staan en dan pakte ik zomaar wat. Dus zo is dit werk eigenlijk ontstaan met het doel om iets te maken, om alle regels te doorbreken die je als kunstenaar hebt over esthetica. En dat allemaal achter je te laten en te zeggen, hé, ik doe zomaar wat. Dan doe ik zomaar wat, maar goed, en dan gaan we dat werk met heel veel zorg uitvoeren. En dan blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo lelijk is. Dan ga je er toch heel gehecht aan raken en dat de regels die je doorbrak amper iets voorstelde. Dus dan ga je ontdekken dat lelijkheid echt lastig is om een lelijk werk te maken. En in het geval van deze tentoonstelling, als ik nu echt dacht van nou, ik ga er absoluut een lelijk ding van maken, daarin ben ik dan weer inconsequent. Want dan ben je toch weer bezig. Hè? In het museum laat je voornamelijk mooie dingen zien. Dus op zich ga je dan toch weer aan de slag om er iets moois van te maken. En uiteindelijk blijkt dan dat schoonheid en lelijkheid heel dicht tegen elkaar aan zitten en dat lelijkheid uiteindelijk ook heel veel aantrekkelijke kanten heeft. En dat eigenlijk gaat dit werk ook over dat iets gewoon kan mislukken. En dat mislukken ook een heel interessant verschijnsel is. En dat je dus, ja, ik zeg het maar heel simpel, van je fouten kan je leren. En fouten maken in een kunstwerk kan heel inspirerend zijn. Banken in het werk, je ziet in deze tentoonstelling wat tekeningen en die noem ik de Jack and Lily serie. Daar kwamen de banken voor het eerst in naar voren en dat waren tekeningen die ik maakte ergens in eind jaren 90, toen ik net een hele periode afgesloten had van veel positief en kleurrijk werk. En toen was er een nieuw onderwerp wat mijn werk in kwam en dat ging over jaartallen, leeftijden, ouderdom, relaties. En ik begon met een hele serie tekeningen over mijn relatie met mijn partner toen, hij is ondertussen overleden, over Jack.
De Jack en Lily tekeningen. En toen begon ik daar ook bankjes in te tekenen. En die bankjes, die... oorspronkelijk was dat een fijn element om toe te voegen, omdat daardoor de muurschildering iets ruimtelijks kreeg. Maar ik denk dat ik het ook deed omdat ik een stukje van het huiselijke, de muurschildering wilde binnenhalen. Maar in tentoonstellingen, mensen willen altijd op de bank gaan zitten, maar dat mag dus niet. Het is eigenlijk een fantasie over comfort, maar je moet er wel alleen maar naar kijken. De andere muurschildering die op de tweede muur te zien is, die heet de opknapbeurt van het keukenblok. En deze muurschildering gaat over alledaagsheid. Heel veel tekeningen die ik maak, daar staan teksten bij over het gewone leven. En er was een moment dat ik dacht, jeetje, elke dag gebeurt er wel iets in mijn leven waar ik een tekening over kan maken. Over een afspraak met de loodgieter, het betalen van de rekeningen. En ik dacht, ik ga dat noemen administration art. En zo maakte ik ook een tekening over het opknappen van het keukenblok in mijn huis in Amsterdam. En dan ga je je afvragen, moeten wij zijn nodig de grote thema's verbeelden als kunstenaar? En dan dacht ik, het kleine wat ik hier uitvergroot is eigenlijk net zo belangrijk als bijvoorbeeld een enorm stalen sculptuur die we wel kennen, die op pleinen staan, zoals een groot beeld van Richard Serra. Het kleine wat ik hier laat zien is net zo belangrijk en net zo groot. Ik denk dat we in deze tentoonstelling, ik ben er zelf wel heel blij mee, dat we nu achter in de zeg maar doodlopende gedeelte van de tentoonstelling hebben we een soort mooi wit hoekje, waar dan een wat meer in zichzelf gekeerde muurschildering terecht is gekomen, Old Man in 1807. Ik maakte het eigenlijk in de tijd dat ik eerst heel veel Jack and Lily tekeningen had gemaakt. Na die hele serie kwam het onderwerp van ouderdom als vanzelf mijn atelier binnen. Dat ik dacht, oh jeetje, ik ben nu 42. Binnenkort ben ik, ik voelde me toen al heel oud, hè. Dat ik dacht, ik word binnenkort een oudere kunstenaar. En hoe kan ik dan nog wel modern blijven? Dat is toch wel heel erg zielig. Toen ben ik werk gaan maken om dat te verbeelden. En ik maakte tekeningen met titels als Extremely Experimental Art by Older People. Omdat ik dacht, hey, misschien kan je wel enorm experimenteel zijn als oudere kunstenaar. Dat lijkt me leuk. Dus dat is niet cynisch bedoeld, maar je kan je wel afvragen, hoe experimenteel kan je zijn en hoe modern wil ik eigenlijk nog wel zijn? En is moderniteit eigenlijk nog wel van deze tijd? En de muurschildering die je hier ziet, Old Man in 1807, daar ben ik eigenlijk, is eigenlijk een soort droom, een beetje een soort droomwerk waar ik terugkijk in de tijd. En waar ik eigenlijk het modernisme probeer af te remmen. Taal in mijn werk is dus heel duidelijk belangrijk. Hè? Ja, alles heeft tekst in mijn werk. En ik gebruik voornamelijk Nederlands of Engelse tekst. Ik heb in 1983 ben ik als, ik denk dat ik 28 of 29 was, ben ik met mijn rugzak naar de Verenigde Staten gegaan. Ik ben in New York blijven steken en in New York ben ik een leven begonnen. Ik heb een partner daar ontmoet. Dus de Engelse taal die kwam wel mijn leven in en ik vond ook een galerie die met mij wilde werken. Dus Engels zat in mijn kunstwerken. Maar goed, Nederlands is wel mijn eigen taal. Zoals nu in Coda een tentoonstelling maak, dan kan ik ook heel fijn weer heel veel Nederlands werk laten zien. Want dat is toch de taal die ik het meeste beheer. En dan voel ik ook veel meer aan of ik iets... of iets lekker loopt, of het net de juiste provocatie heeft. Want het werk is ook altijd lichtelijk provocerend.
En waarom is het lichtelijk provocerend? Ik wil heel graag met wat ik zeg in de werken de toeschouwer aanraken, hè, zodat ze emotioneel iets voelen. In de 80 jaren, toen ik, nadat ik mijn galerie gesloten had en toen ik toch weer zelf aan het werk ging, en Jack en ik, wij keken enorm veel naar kunst. We gingen elke avond uit, we zagen performances, we gingen naar experimentele muziek. Elke dag gingen we tentoonstellingen kijken. Ik las de krant, ik las alle kunstrecensies. Dus het was ook een tijd dat je in de kunstwereld van alles zag. Conceptuele kunst, performance art, body art, installatiekunst. Ik vond het allemaal vreselijk boeiend en ik was eigenlijk voelde ik me erg verbonden met het conceptuele, met de conceptuele kunst. Maar ik las een boek van Bruce Nauman en ik dacht, nee, dit ga ik niet doen. Ik ga niet een muur bouwen en met video werken. En ik kies voor een materiaal en gereedschap wat heel dicht bij mijn lichaam is. Gewoon een velletje papier en een potlood en daar hou ik het bij. Want op dat velletje papier zijn de mogelijkheden eindeloos. Hè, wat je allemaal kan verzinnen op een velletje papier is voor mij genoeg. Daar kan ik heel erg veel mee. De tekeningen die je hier in de tentoonstelling ziet, die zijn, komen allemaal uit mijn atelier. Zijn de tekeningen die... Nou, klinkt negatief, maar dat is het niet. Het zijn allemaal overgebleven van tentoonstellingen. Hè. Dat zijn vaak mijn favoriete tekeningen die ik nog steeds heb. En die heb ik hier voor Coda allemaal uitgepakt. Er zitten hele oude werken bij. Het oudste werk is denk ik een schilderijtje uit 1988. Maar de tekeningen zijn bijna allemaal ontwerpen voor muurschilderingen. En die muurschilderingen, terwijl ik ze teken op dat velletje papier, dan stel ik me voor dat dat een heel monumentaal werk is. En dat kan dus allemaal op zo'n A4'tje. Dat vind ik zelf heel prettig, dat het zo simpel kan. En eigenlijk al mijn werk van de afgelopen 30, 40 jaar past gewoon allemaal in één ladekast. Ja, de laatste jaren word ik dus wat vaker gevraagd voor museumtentoonstellingen. En een museumtentoonstelling is heel anders dan een galerietentoonstelling. In een galerie laat ik altijd een nieuwe stap zien, nieuw werk. Maar in een museumtentoonstelling laat je eigenlijk je geschiedenis voornamelijk zien. En dat is ook heel interessant voor mij als kunstenaar. Vooral als je wat ouder wordt, is het fijn om terug te kijken. Tenminste, ik vind het fijn. En ik ben eigenlijk ook wel trots op dat oude werk van mij, dat ik dat nog steeds heel erg spannend vind en nog steeds goed genoeg vind om uit te voeren. En ik heb natuurlijk ook favorieten van vroeger die ik dan denk, ha, nu is de tijd rijp en nu ga ik die uitvoeren, want daar heb ik nu zin in. Dus dat oude werk is eigenlijk... Is eigenlijk heel mooi dat dat nog steeds zo sterk kan zijn. Ja.